Hobi, we hebben vandaag 2-1 gewonnen van Gil Vicente nadat we vorige week 4-0 gewonnen hebben. Van harte met het plaatsen van de Conference League. Dankjewel. Een mooi resultaat, denk ik. Ja, zeker. De doelstelling is bereikt. Wat we eigenlijk vorig jaar zijn gestart. Eerst de competitie natuurlijk. Daarna de play-offs. Vanuit de play-offs naar de voorronde Europa League. En ja, alles doorlopen en nu zijn we het bereikt. Dus dat is wel een momentje om bij stil te staan. En dat we de fase hebben bereikt. Ja, inderdaad. Wat je zegt, 5 keer 2 wedstrijden. Met inderdaad ook al tegen Heerenveen en Vitesse. En dan 3 rondes als voorronde. Hoe was het feestje net in de kleedkamer? Ja, top natuurlijk. Heel erg blij. Groepsfase is natuurlijk een mooi toernooi. Mooie wedstrijden spelen. Dus ik denk dat we heel erg blij zijn. Misschien om de wedstrijd eindigen we misschien wat minder. Maar dat maakt me eigenlijk op dit moment even niet uit. Vieren dat we de Conference League groepsfase hebben bereikt. Ja, want inderdaad, laten we er heel kort even op ingaan en dan verder gaan op het feest en de vreugde. Wij vragen jou aan bij Wiebe voor de interviews. En toen wilden we hebben over de clean sheet, want je hebt er een paar gehad deze periode. Het lukte net niet. Hoe erg baalde je van die tegengoal? Natuurlijk. Ja, dat is voor ons ook elke wedstrijd een doelstelling. En ja, daar baal je echt van dat je niet de clean sheet hebt. En de laatste 10 minuten hebben we eigenlijk net te veel weggegeven. En moest ik denk wel 3-4 keer in actie komen. Ja. Dus dat is dan zonde. En daarom heb je misschien ook na de wedstrijd dat je weet je dat we niet helemaal ons eigen spel hebben gespeeld. Maar we hebben het gewoon heel zakelijk gedaan. En we zijn door naar de groepsfase van de Conference League. Want je had inderdaad in die slotfase had je ook nog een paar echt goede reddingen. Ja, daarom, dat zeg ik. We kwamen even onder druk te staan de laatste 10 minuten. Moest ik 3-4 keer in actie komen. Dus ja, dat moeten we eigenlijk niet doen. Alleen. Laten we het erop houden dat we gewoon door zijn. Precies. Naar de volgende ronde. Want we hebben gewoon goed gespeeld, we hebben genoeg kansen gecreëerd. Zeker. We hadden er nog meer kunnen scoren. Dus, ja. En over de 3 voorrondes gezien ook best wel veel doelpunten gemaakt. Zeker weten, ik ben heel erg blij met hoe we alle rondes zijn doorgekomen. En met goed voetbal, hele mooie goals. Ik heb echt genoten van de mooie goals en de mooie aanvallen. Dus ja, ik denk dat we daar wel even bij stil mogen staan. Heb je een favoriete goal eigenlijk? Het zijn er wel 3-4, denk ik. Maar vorige thuiswedstrijd, de combinatie in de voorzet van Milos Kerkes op Dani de Wit. Ja, dat was een fantastische goal. De afstandsschoten van Tijani tegen Dundy. Vandaag de chippies over de keeper. Dat zijn erg mooie goals. Ja. En tot slot, Pascal heeft er natuurlijk de nadruk op gelegd de afgelopen tijd dat 21 juli we moesten staan voor die voorrondes. En dat dit natuurlijk de eerste doelstelling was. Als je dat dan haalt. Hoe fijn is dat? Ja, heel erg fijn en dat geeft vertrouwen. Alleen het is heel snel weer de focus op zondag, dat hier zo over 3 dagen. En we hebben nu weer nieuwe doelstellingen en daar gaan we volle bak tegenaan en dit geeft vertrouwen.